Hey jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Voetbal International. We gaan vooruitblikken op een aantal Duitse wedstrijden van dit weekend. Ga ik doen met Bas van der Hoven, onze expert buitenlands voetbal. Er staat een mooie topper op het programma in Duitsland. Ja. Leipzig tegen Dortmund. Mogen we het ook een topper noemen? Ja, wat mij betreft wel. Kijk, Dortmund presteert natuurlijk niet top. Hè. Is een beetje subtop dit jaar. Alleen ja, het materiaal is absoluut top. En ik denk eerlijk gezegd, als je die twee selecties langs elkaar legt, dat Nagelsmann maar wat graag met de selectie van Dortmund zou werken. Ik denk dat hij dan Bayern nog meer zou kunnen bedreigen. Wat verwacht jij dat het voor een wedstrijd gaat worden zaterdag? Ja, ik verwacht wel een spektakelstuk. Kijk, Dortmund zit in de achtervolging dit seizoen. Favre natuurlijk uitgegooid. Die hebben weinig te verliezen. Sancho heeft weer vertrouwen getankt. Hè. Die scoorde vorig weekend voor het eerst sinds lange tijd weer. Vanuit Dortmund klonk er ook geluiden van ja, zijn mindere vorm had ook te maken met de transferprikkelen in de zomer. Hij was zelf met zijn hoofd al bij Manchester United. Ik denk wel dat hij uiteindelijk ook in Engeland gaat belanden. Maar ja, in Dortmund proberen ze hem zo lang mogelijk te houden natuurlijk. Maar als Sancho weer in vorm komt, met Haaland erbij. Ja, Leipzig is ook al een ploeg die wil aanvallen. Dan verwacht ik wel veel goals, ja. Hoe vind jij dat Sancho ermee om is gegaan met die teleurstelling van die afgekeste transfer naar Manchester United? Ja, lastig. Het speelde al zo lang, hè. Ik kan me wel voorstellen dat de speler dan afgeleid raakt. Want de Engelse media, Manchester United, natuurlijk gigantische club. Sancho, echt wonderkind, hè. Ook de uitstraling. Dus ja, er is heel veel media-aandacht voor. En ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat het eigenlijk een logische versterking was voor United. Ook als je nu naar die plek van rechtsbuiten kijkt. Ja, Greenwood speelt daar vaak. Maar is geen echte rechtsbuiten. En het zal uiteindelijk een spits worden. Dus ja, Sancho United, die match, het voelt heel logisch. Alleen jij bij United, je ziet de laatste jaren wel vaak. Het duurt lang voordat ze echt doorpakken. Bij Bruno Fernandes was vorig jaar ook pas helemaal eind januari dat hij kwam. Terwijl ja, iedereen wel zag dat ze behoefte hadden aan zo'n speler. Dus ja, ik begrijp wel dat Sancho gehoopt had op United. En dat hij vroeg of laat terugkeert naar Engeland. Ja, dat lijkt me duidelijk. Alleen ja, Dortmund, ze doen een beetje moeilijk, hè? En geeft ze ongelijk. Ze hebben twee parels in handen, zeker voorin natuurlijk met Haaland en Sancho. Ja, dat gaat ze honderden miljoenen opleveren. Maar Sancho maakt wel minder seizoen door dus eigenlijk. Ja, en ik denk dat het ook wel logisch is voor een speler van die leeftijd. Dat het even wat minder gaat. Hè? Een bijzondere bij Sancho was eigenlijk, het is natuurlijk een straatvoetballer. In zijn acties, in zijn vrijheid, speelt altijd met heel veel vertrouwen. En het bijzondere was eigenlijk dat hij dat op heel jonge leeftijd al aan kon koppelen aan rendement. Dus aan coolheid voor het doel. Altijd de juiste beslissingen nemen. Ja, dat was hij even kwijt de laatste maanden. En ik denk op zich dat dat van jonge speler niet meer dan logisch is. En ja, toevallig viel het bij Sancho samen eigenlijk met een mindere periode bij Dortmund. Hè? Kijk, normaal zou je verwachten dat andere spelers dan opstaan. Dat Thorgan Hazard een wedstrijd beslist, Reina, Julian Brandt. Ja, niemand kon het even doen. En ik denk dat het ook wel te maken had met de speelwijze van Favre. Dortmund heeft de jonge selectie. Aanvallen is de kracht. En een jonge selectie met veel energie. En waar veel Duitse ploegen juist heel modern spelen met heel veel druk naar voren, bleef er bij Dortmund een beetje achter. En Favre leunde naar achter, vertrouwde eigenlijk op die defensie. En ja, die bleek dan ook vaak te wankel. Ik denk eerlijk gezegd, als je Leipzig voetbal had gespeeld met Dortmund, dat het beter was gegaan. Red Bull Leipzig, jij hebt vorig jaar tot de winterstop eigenlijk gezegd dat Leipzig jouw titelfavoriet was. Hoe vind je dat Leipzig het dit seizoen doet? Ja, het is wel minder geworden. Maar het heeft te maken natuurlijk met de transfers. Hè? Timo Werner kwijtgeraakt aan Chelsea. Patrick Schick was natuurlijk gehuurd, is nu vertrokken naar Leverkusen. Die waren als koppel uitstekend. Vervulden elkaar goed aan. En ja, Leipzig, ja, is een beetje die aanvalskracht hebben ze natuurlijk ingeleverd. Je ziet dat ook terug. Hè? Angelino was lange tijd de clubtopscorer. Misschien nog steeds wel. Maar het is wel heel knap hoe Nagelsmann dat eigenlijk weet te camoufleren. Het gebrek aan een scorende spits. Hij doet wat omzetting en haalt de goals eigenlijk ergens anders vandaan. En hij heeft toevallig in een interview op de Bundesliga-site vorige week legde hij ook uit eigenlijk hoe hij probeert het centrum te overloaden. Dus heel veel spelers, heel veel beweging daar. En ja, daar eigenlijk een mannetje meer creëren. Nou,
indirect levert dat natuurlijk ook ruimte op de flank op. Hè? Want als Leipzig met veel spelers door het centrum aanvalt, trekt de tegenstander ook naar het centrum. Dan zie je bijvoorbeeld dat Angelino kan floreren, hè? Die grote ruimte op links. Angelino is een bloedvorm. En ja, zo zie je toch wel dat Nagelsmann echt heel veel spelers beter maakt en de maximale eruit haalt. Je zegt het is minder geworden ten opzichte van vorig jaar. Toch staan ze niet ver achter op koploper Bayern München. Nee, Bayern natuurlijk ook wel een beetje bij vlagen moeizame eerste seizoenshelft gehad. Hè. Het was niet het niveau van de tweede seizoenshelft vorig jaar na de coronastop. Maar ik denk Bayern, de Bayern is niet te stoppen. Je zag het tegen Mainz. Op een gegeven moment duwen ze de powerbutton in en dan scoren ze 5 keer in 1 helft. Maar ik vind het eerlijk gezegd wel knap hoe Leipzig zo dicht in het spoor blijft bij Bayern. En ze hebben natuurlijk wel een belangrijke set gedaan met Szoboszlai, die ze gehaald hebben van Red Bull Salzburg. Ja, middenvelder met heel veel drive, met creativiteit. Heel veel Europese topclubs zaten er achteraan. Ja, ze moeten nog even geduld hebben, want die staat aan de kant met een bovenbeenblessure. Maar als die er ook nog bij komt, dan hebben ze wel weer heel veel creativiteit vanaf het middenveld. Met Nkunku natuurlijk, met Dani Olmo, met Szoboszlai. Leipzig is wel de Duitse topploeg van de toekomst eigenlijk. Ja. Wat vind je van de rol van Justin Kluivert bij Red Bull Leipzig? Ja, ik denk Kluivert heeft natuurlijk een beetje pech. Kijk, als hij daar vorig seizoen gekomen was met Werner en Schick er nog bij, dan stond die aanval al beter in het gereel. Nu was het in de eerste maanden van het seizoen toch wel zoeken. Kluivert zag je ook, hij mocht regelmatig invallen. Hè. Dan denk je op zich ligt hem dat met zijn snelheid natuurlijk, vaak grote ruimtes. Het rendement viel een beetje tegen. Daarna is het wel beter gegaan, maar je ziet wel een ontwikkeling bij hem. En Gnabry bijvoorbeeld, die met Nagelsmann heeft gewerkt bij Hoffenheim, die vertelde dat Nagelsmann hem eigenlijk leerde op een hele andere manier naar het voetbal te kijken. Hij deed loopacties die hij eerst niet voor mogelijk hield. Zo heeft Nagelsmann eigenlijk heel veel spelers gewoon ook beter gemaakt qua intelligentie. Ook het bewegen zonder bal. Dus ik denk dat het voor de ontwikkeling van Cruyff uiteindelijk heel goed is om een seizoen bij Leipzig te spelen onder Nagelsmann. Maar in dat opzicht heeft hij natuurlijk bij Roma ook al het een en ander geleerd, hè? Ja, zeker. Zonder bal. Klopt, en bij Roma, op een gegeven moment werd hij eigenlijk ook steeds meer spelen als soort halve nummer 10. Hij werd steeds minder buitenspeler, werd iets volwassener in balbezit ook, iets minder balverlies, iets minder gretig voor de actie gaan. Dus hij voegt zo allerlei toch wel interessante elementen aan zijn spel toe. En ik denk dat dat hem eigenlijk een steeds completere aanvaller maakt. Als je naar zijn leeftijd kijkt, dan schrik je nog wel eens hoe jong die is. Hè? Moet Borussia Dortmund winnen van Leipzig om de hoop op de titel een beetje levende te houden? Ik denk eerlijk gezegd dat die hoop al weg is. Ja, het is niet constant genoeg. En je achtervolgt ook nog eens de beste ploeg van Europa, denk ik toch wel, met Bayern. Leipzig zit daar dichterbij nog. Ik denk dat Dortmund... Ja, ik ben benieuwd wie ze gaan aanstellen als nieuwe trainer. Ik denk eerlijk gezegd Marco Rose, die geweldig werk doet bij Gladbach. Zou daar ook passen met aanvallend voetbal. Maakt veel jonge spelers beter. Gladbach, Dortmund, het voelt ook als een logische stap omhoog voor hem. Dortmund, het is zonde, hè, want ze hebben eigenlijk al 2 jaar een vrij brede selectie. Met toptalent voorin, met Haaland, Sancho. Jongens die er ook al direct staan. Had je daar een wat betere trainer bij gezet, dan ze denk ik Bayern wel echt lastig kunnen maken. Ja. Wout Weghorst, onze Nederlandse spits in de Bundesliga. 9 doelpunten al dit seizoen. Verbaast het jou dat hij dit niveau eigenlijk op dit niveau blijft presteren? Nee, enerzijds wel, anderzijds niet. Weghorst blijft een vreemde spits als je ernaar kijkt. Hè. Op een slechte dag dan oogt het allemaal wat bonkig, onhandig misschien. Als je naar zijn statistieken erop nakijkt, bij iedere stap omhoog zijn er wel vraagtekens bij hem geplaatst. En hij heeft eigenlijk altijd de verwachtingen overtroffen. En als je ziet dat hij bij een club als Wolfsburg meer dan 1-2 loopt, als het gaat om goals, dat is eigenlijk waanzinnig, want zo heel veel creativiteit is er niet om hem heen. Hè? Zet hem bij Dortmund in de spits en hij maakt er meer dan 20 per Bundesliga-seizoen. Zonder twijfel, denk ik echt. Want er worden veel meer kansen voor hem gecreëerd. Als je nu de statistieken erop nakijkt, hij moet ontzettend veel werk doen zonder bal. Hij staat zelfs in de top 5 van spelers met meeste sprints in de Bundesliga. Dus hij is ook heel veel energie kwijt aan het creëren van kansen voor zichzelf. Terwijl ik denk, als je hem in een ploeg neerzet waar hij zich meer kan focussen op het spel in het 16 meter gebied, dan gaat het rendement alleen maar omhoog. Maar daarmee zeg je dus eigenlijk dat hij nog wel een stap omhoog aan kan? Toevallig in deze VI wordt Weghorst uitgebreid geïnterviewd. En daarin vertelt hij ook over zijn leefwijze.
Hij heeft een heel team om zich heen met een fysiotherapeut, een fysiek trainer, een voedingscoach, een mental coach. Hij investeert zo waanzinnig veel in zichzelf. Kijkt continu hoe die beter kan worden. Er was interesse van Arsenal, van Tottenham vorige zomer. Dat is allemaal niet doorgegaan. Daarna ook weer kritisch naar zichzelf gekeken van oké, waar kan ik nog beter? Ja, ik denk eerlijk gezegd, ik zou het wel aandurven. Het ligt er een beetje aan bij wat voor team, maar als je een... Maar hij heeft al een paar jaar geleden heeft hij al gezegd, Liverpool is mijn droomclub. Ik zie mezelf daar ook nog wel spelen. Ja. Dat is misschien toch een stapje te hoog, of niet? Ja, klopt. Maar als je bijvoorbeeld Giroud ziet spelen bij Chelsea. Ik denk niet dat Weghorst bij een club als Chelsea als eerste spits gehaald wordt ooit. Dat zie ik niet gebeuren. Alleen bij een club als Chelsea, waar veel creativiteit omheen is en snelheid. Hè, met Werner, Pulisic, Havertz, Ziyech, dat soort jongens eromheen. Dan is het wel lekker als je zeg maar een heel... een sterke spits hebt, een aanspeelpunt, die tegelijkertijd heel veel energie in zijn spel legt, die toch wel cool is voor het doel, die ook kopsterker is geworden. Nou, daar is hij voor gaan trainen met een volleybalcoach afgelopen zomer. Zo wordt hij al maar completer. Dan zou ik het als zo'n club zijnde wel aandurven. Het maakt je selectie completer met Weghorst erbij. Gaat Weghorst dit seizoen boven Haaland eindigen in de topscorerslijst? Ja, dat is een beetje zijn pech, hè. Hij bokste in Duitsland natuurlijk tegen Haaland en Lewandowski op. Ja, dat is een oneerlijke strijd. Maar Lewandowski gaat op 1 eindigen. Daar is eigenlijk geen twijfel over. Maar nee. Kan die boven Haaland eindigen, denk je? Ja, het zou wel kunnen. Want Weghorst is super constant natuurlijk. En Weghorst... Ja, het is al heel bijzonder eigenlijk dat we serieus op deze vraag kunnen ingaan. Hè? Dat hij in de buurt komt. Er staat nog maar 1 doelpuntje achter op Haaland. Ja, precies. Bij zo'n speler die eigenlijk... Ja, als je naar puur talent kijkt, veel meer kwaliteit heeft. Maar het zegt heel veel over de groei en de mindset van Weghorst. Ja, dat het een serieuze strijd is. Dus chapeau wat dat betreft. Ja of nee? Gaat hij erboven eindigen? Ja. Heel goed. Dankjewel Bas. En jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Tot de volgende video van VI.